Hallo, welkom terug weer bij Dog School. Mijn naam is Kevin en in deze video laten we je 10 tips zien hoe je een hond kan leren loslopen en natuurlijk dat hij naar je toe komt als dat je hem roept. Tip nummer 1. De hond moet op jou letten. Als ik een rondje ga lopen, dan wil ik eigenlijk dat de hond automatisch op mij let. Dus als ik nou in één keer omdraai, wil ik dat hij meeloopt. De hond mag snuffelen, de hond mag kijken in de bus. Maar ik wil dat de hond op mij let en ik niet op de hond hoef te letten. Dus wanneer de hond heel ver voor je uitloopt, draai een keer om. Loop de andere kant op en niks zeggen. En kijk maar op dat de hond omdraait en ook naar je toe komt rennen. Want net als nu is dit goed, hè? Ze loopt lekker te snuffelen. Ze houdt me af en toe ook nog in de gaten. Goed bezig op ren, netjes. En dat is wat ze willen. Tip nummer 2. Probeer nooit de hond te vangen. Als je achter die hond aan gaat rennen, dan ziet de hond het als dat jij je jager bent en dat de hond de prooi is. Dus je moet wegrennen voor wat achter jou aanrent. Nooit, nooit achter de hond aanrennen. Als je zo nodig de hond wil vangen, dat klinkt heel stom, ren van je hond weg. Tip nummer 3. Roep de hond maar één keer. Want wat gebeurt er nou als ik meerdere malen Brenda de naam roep? Dan gaat Brenda denken van, oké, nu staat mijn baas daar, nu staat mijn baas daar. Want de hond hoeft niet te komen, de hond hoort constant waar dat ik sta. Want ik zeg, hé, ik sta hier en nu sta ik hier. Ik let nog steeds op je. Eén keer roepen. Tip nummer 4. Wat moet je doen als dat de hond niet naar je toe komt als dat je één keer geroepen hebt? Wegrennen of verstoppen. Dus stel de hond is aan het snuffelen. Ja, wat kan ik doen? Ik kan achter een boom gaan verstoppen. Ik kan om de hoek ergens gaan staan. En ik zorg ervoor dat als de hond niet met me bezig is, die is aan het snuffelen. Op een gegeven moment kijkt hij om. Dat kan misschien in het begin wel heel lang duren, 5 tot 10 minuten. Dan kijkt hij om. Dan is hij aan het zoeken waar dat je bent. En dan schrikken ze. Dan gaan ze je zoeken. Hebben ze je gevonden. Denken ze, hey, mijn baas moet ik de volgende keer in de gaten houden. Maar ook wegrennen helpt. Want we zeiden net, ren nooit achter je hond aan. Want dan ben jij de jager en is de hond de prooi. Maar als jij van je hond wegrent, dan ben jij de prooi en is het instinct voor de hond om er als jager achteraan te rennen. Tip nummer 5. Werk regelmatig met de lijn. Honden associëren de lijn met, oh, ik word aangelijnd, want er ligt iets vies op straat. Oh, ik word aangelijnd, want er komt een hond in de verte aan. Oh, ik word aangelijnd, want we zijn weer bij de auto. En ook wel aangelijnd, nu is mijn vrijheid weer beperkt. De hond wordt constant aangelijnd op momenten dat voor de hond eigenlijk een beloning eraan zit te komen. Maar dat is gecorrigeerd worden. Dus die lijn, die wordt negatief geassocieerd. Wat ik vaak doe, is ik lijn de hond aan. En dan geef ik de hond een beloning en dan doe ik hem weer los. En dan doe ik heel vaak tijdens het wandelen, als dat de hond lekker losloopt. Op deze manier gaat de hond de lijn associëren dat het positief is. Tip nummer 6. Stel, de hond is aan het rondrennen. Is aan het deugen niet. Je hebt al 10 keer geroepen, wat natuurlijk niet mag, maar je hebt al 10 keer geroepen en hij luistert maar niet. Uiteindelijk komt hij naar je toe. Corrigeer je, beloon je. Wat doe je? In ieder geval niet corrigeren, want op dat moment is de hond bezig met gedrag naar jou toe komen. Zou je dat corrigeren, komt hij de volgende keer al helemaal niet meer. Maar ja, belonen, de hond is ook niet gek. Een hond is echt wel slimmer. Dus je weet van, oké, dus ik kan deugen niet wat ik wil. En dan kom ik naar een baas toe, krijg ik een brokje. Oké, makkelijk. Dus wat ik meestal doe, is aanlijnen en gewoon weglopen. De hond ook de rest van de wandeling negeren. Tip nummer 7. Hoe ga je om met jachtgedrag? Dit is zo moeilijk, want je kan je hond nog zo goed hier leren komen. De hond kan nog zo goed op je gefocust zijn. Wanneer je hond wild ziet en je hond is er gevoelig voor, dan gaat hij erachteraan. En op dat moment komen alle andere prikkels niet meer binnen bij je hond. Want je hond is zo gefixeerd op dat wild en erachteraan rennen, dat je hond daarin kwijt kan zijn. Dus wanneer dat jouw hond overdreven gevoelig is voor wild, ja, dan kan je trainen wat je wil. Het is heel moeilijk om daar doorheen te komen. Dus als je op plekken bent waar veel wild is, adviseer ik als jij een hond hebt die graag achter wild aan gaat, daar niet los te laten. Tip nummer 8. Je komt naar een uitlaatveldje, je laat je hond los. 10 honden, lekker met elkaar aan het spelen. Maar op een gegeven moment wil jij je hond roepen. Zoek het moment dat er een pauze is in het spel. Dan is je hond makkelijk geprikkeld. Want net als met de jacht, als de honden met elkaar aan het spelen zijn, dan komen andere prikkels moeilijker binnen. Dus jij wil wachten op het punt dat ze eventjes stilstaan, dat ze eventjes om zich heen kijken. En dat is het moment dat je zegt, nu ga ik mijn hond roepen. En dan komt het ook effectief over. En dan heel vaak komt de hond nog naar je toe. Maar er is altijd natuurlijk die andere hond die jouw hond net even weer afleidt, zodat ze weer
lekker gaan rennen. Tip nummer 9. Een open houding. Als ik mijn hond roep, dan gaat het niet van... Nee, want dat is... Ze moeten dan naar je toe komen. Een stad is zo groot en zo breed. Ja, het is niet gezellig. Dus zorg dat je een leuke open houding hebt. Dus liever, brennen! Hier, hey, ja, goed zo. Ja, knappe meid. En natuurlijk tip nummer 10. Het hier komt fluitje. Goed zo, netjes meid. Dat is knap zeg. Het hier komt fluitje aanleren vind ik persoonlijk heel fijn, want het is een duidelijk geluid. Het geluid kan je conditioneren, waardoor dat de hond weet dat hij met dat fluitgeluid naar je toe moet komen. En ik vind het de perfecte manier, gewoon in alle situaties, zelfs dit werkt ook goed voor honden die heel geprikkeld zijn. Dus met andere honden spelen of achter jacht aangaan. Vaak met je stem kom je er niet doorheen. Met dit geconditioneerd fluitje maak je echt een verschil. Hoe je deze aan wil leren, klik op een van deze video's. En als je een privé-training aan huis wil en je wil gewoon echt persoonlijke begeleiding door mij, vergeet ook niet al even op de website rinkeshondenschool.nl te kijken. En ik zie jullie weer bij de volgende video's.